Hey, dag iedereen. Vandaag ga ik jullie even laten zien hoe je een automatisering kan maken op je iPhone. Ik weet dat dat niet zo gemakkelijk zal zijn om te volgen in een podcast, maar ik ga toch proberen om het heel kort en eenvoudig uit te leggen. Eerst even vertellen wat het verschil is tussen een opdracht en een automatisering. Een opdracht die moet je zelf uitvoeren. Je kan daar een Siri-opdracht van maken of je maakt een snelkoppeling op je scherm, op je toegangsscherm. Maar een automatisering die gebeurt, zoals het woord zegt, automatisch. Dus op een bepaalde trigger gaat jouw iPhone dat automatisch doen. Ik ga een paar kleine voorbeeldjes geven. Bijvoorbeeld als ik verbinding maak met het wifi-netwerk van mijn werk, dan wil ik dat de focusmodus werk automatisch wordt ingeschakeld. En als ik dan de verbinding verlies, dan wil ik dat automatisch die werkfocus wordt uitgeschakeld. En zo zijn er dus een hele reeks van triggers en taken die je kan combineren ja, naar je eigen smaak. Er is nog wel een groot verschil tussen opdrachten en automatiseringen. Opdrachten die kan je downloaden, die kan je delen, maar een automatisering voor jezelf, die moet je echt wel zelf maken. Dus ik kan die niet voor jullie maken en dan delen met een downloadlinkje of zo. Dat gaat niet. Dat gaat wel met een opdracht, maar niet met de automatisering. Dus oké, we gaan eraan beginnen. Ik ga het hopelijk niet te lang en ingewikkeld maken. Ik neem mijn iPhone erbij en ik open de opdrachten-app met mijn Braille-invoer via mijn scherm. Dus ik draai aan de rotor. Braille-invoer via scherm, richting vergrendeld, liggend, scherm van je af, zes punts. En dan de eerste paar letters: O, Z, P, 1-app. Oké, okay, dan veeg ik met twee vingers naar rechts. Opstaand. Opdrachten. En de automatisering, tab, die zit van onder? Tablabbalk. Geselecteerd. Mijn opdrachten. Tap 1 van 3. Oké, okay, vegen naar rechts. Automatisering, tab 2 van 3. Oké, okay, daar tik ik op. Hij zegt niks, maar we gaan van boven eventjes voelen. Automatisering, koptekst. Laat je apparaat reageren op wijzigingen in voorwaarden. Persoonlijk, koptekst. En hieronder staan de automatiseringen die je zelf gemaakt hebt. Dus ik ga even terug. Laat je apparaten reageren op wijzigingen en voorwaarden. Automatisering. Koptekst. Maak automatisering aan. Knop. Ja, die staat dus voor die koptekst. Daar tik ik op. Annuleer. Knop. Oké, okay, we gaan er voorbij. Nieuwe automatisering. Koptekst. Maak een automatisering aan die wordt uitgevoerd op een persoonlijke iPhone of iPad. Ja, en hier kan je kiezen. Is het voor jouw apparaat of is het voor heel jouw woning? Knop Logel overig lucht. Deze knop is niet gelabeld op dit moment, maar dit is wel de knop die je nodig hebt. Ik ga nog even de andere optie laten horen. Maak een automatisering aan die voor iedereen in de woning werkt. Ja, dus die hebben we niet nodig. Ik ga terug naar de vorige knop. Knop Logel overig lucht. Daar tik ik op. Tijdstip bijvoorbeeld om 8 uur op weekdagen. Knop. En hier kies je op welke parameter of trigger. Dat die automatisering moet gebeuren. Dus dat kan op een tijdstip, maar ik ga even door alle opties doorlopen, dan hebben jullie een goed idee. Wekker, bijvoorbeeld, wanneer mijn wekker wordt uitgezet, knop. Slaap, bijvoorbeeld, wanneer ontspan begint, knop. Aankomst, bijvoorbeeld, wanneer ik bij de sportschool aankom, knop. Vertrek, bijvoorbeeld, wanneer ik van mijn werk vertrek, knop. Voor ik pendel, bijvoorbeeld, 15 minuten voor ik naar mijn werk ga, knop. CarPlay, bijvoorbeeld, wanneer CarPlay verbinding maakt, knop. E-mail, bijvoorbeeld, wanneer ik een e-mail van Jeanette ontvang. Knop. Bericht, bijvoorbeeld, wanneer ik een bericht van mam krijg. Knop. Apple wat geworkout, bijvoorbeeld, wanneer ik met een workout begin. Knop. Wifi, bijvoorbeeld, wanneer mijn iPhone verbinding maakt met het wifi-netwerk thuis. Knop. Bluetooth, bijvoorbeeld, wanneer mijn iPhone verbinding maakt met AirPods. Knop. NFC, bijvoorbeeld, wanneer ik op een nfc tik Knop. App, bijvoorbeeld, wanneer de v wordt geopend of gesloten. Knop. Vliegtuigmodus, bijvoorbeeld, wanneer vliegtuigmodus is ingeschakeld. Knop. Energiebesparingsmodus, bijvoorbeeld als energiebesparingsmodus uitstaat, knop. Batterijniveau, bijvoorbeeld wanneer batterijniveau hoger is dan 50%, knop. Oplader, bijvoorbeeld wanneer mijn iPhone wordt aangesloten op het lichtnet, knop. Focus, koptekst. Ja, en hier heb je nog een aantal automatiseringen als je een focus in of uitschakelt. Niet storen, bijvoorbeeld wanneer niet storen wordt ingeschakeld, knop. Werk, bijvoorbeeld wanneer werk wordt ingeschakeld. Persoonlijk, bijvoorbeeld, wanneer persoonlijk wordt ingeschakeld. Geluidsherkenning, bijvoorbeeld, wanneer mijn iPhone het geluid van een deurbel herkent. Knop. Ja, dat is ook heel interessant. Hè? Dus bijvoorbeeld als je slecht bent en jouw iPhone detecteert dan het geluid, dan zou die van alles kunnen doen met je iPhone. En dat is de laatste optie. Maar wat ik vandaag even wil doen, is ik wil dat als mijn batterij onder de 50% komt, dat mijn schermhelderheid op 0% wordt gezet. Ja, normaal gezien staat mijn schermhelderheid sowieso op 0%, maar ja, soms dan moet je die toch eens naar omhoog zetten als mijn vrouw bijvoorbeeld op het scherm wil kijken en dan vergeet ik soms wel eens om die terug naar 0 te zetten. En 0, dat verbruikt nog altijd het minste, zelfs met je schermgordijn aan. Dus het kan geen kwaad om elke dag als mijn batterij onder die 50% zakt, dat je dat dan terug eens een keertje op 0 zet. Ja, dat maakt niet uit voor mij dus. Dat is om minder batterij te gebruiken als ik het vergeten ben om die helderheid terug naar beneden te zetten. Dus we gaan terug naar die batterij. Batterijniveau. Bijvoorbeeld wanneer batterijniveau hoger is dan 50%. Knop. Daar dubbel tik ik op. Wanneer? Oké, okay, we vegen naar rechts. Batterijniveau. 50% aanpasbaar. Ja, oké. Okay, ik zal bijvoorbeeld iets uh, 60%. Dan veeg ik een keertje naar boven. 60%. Oké, dan vegen terug naar rechts. Geselecteerd. Gelijk is aan 60%. Stijgt boven 60%. Dat is als je hem aan het opladen bent. Lager is dan 60%. Ja, die wil ik. Dus daar dubbel tik ik op. Geselecteerd. Lager is dan 60%. En dan moeten we rechts van boven naar... Volgende. Knop. Volgende. Volgende. Nieuwe automatisering. Terugknop. En we lopen weer eventjes verder. Ik veeg naar rechts. Taken. Koptekst. Volgende knop. Maak een opdracht aan voor taken die je elke dag in je apps uitvoert. Voeg taak toe, knop. Voeg taak toe, dat ga ik doen. Nieuwe automatisering, terugknop. En we vegen weer verder. Taken, koptekst. Volgende knop. Takencontroller, schermvullend. Takenbibliotheek, zoek naar apps en taken, zoekveld. En het makkelijkste is om hier gewoon te gaan zoeken naar jouw taken. Dus ik ga daarop dubbel tikken. Zoekveld. Bewerkbaar. Zoek naar apps en taken, woordmodus, invoegpunt aan het begin. En ik ga gewoon het woordje scherm intikken: S, S, C, C, H, H, R, E, E, R, R, L, M, Marie, M, Zoek, Zoek, nieuwe automatisering, terugknop. Dus nu heb ik scherm en zoek, en dan gaan we even door het lijstje: Apps, Opdrachten, Knop, Instellingen. Knop. Dat zijn specifieke categorieën, dus waarschijnlijk zit jouw schermhelderheid wel onder de instellingen. Dus ik ga er eens op tikken: instellingen. Haal apparaatdetails op, knop. Ja, apparaatdetails ophalen, dat hebben we niet nodig. Open vergrootglas, knop. Kijk, ik ga door alle opties doorlopen. Start spreekscherm uit, knop. Start begeleide toegang, knop. Stel bijschriftig geluid plus O, D, S in, knop. Stel klassiek omgekeerd in knop. Stel maak minder doorzichtig in. knop. Stel slim omgekeerd in. knop. Stel verhoog contrast in. knop. Stel verminder beweging in. knop. Stel wit punt in. knop. Stel achtergrondgeluiden in. knop. Stel een touch in. knop. Stel audio in. knop. Stel focus in. knop. Stel geluidsherkenning in. knop. Stel herkend geluid in. knop. Ja, ik had misschien niet op die instellingen moeten tikken, want dat geeft mij niet echt de relevante zoekresultaten. Dus we gaan eens even kijken. Instellingen. Sluit, knop. Sluit. Ik ga het even terug sluiten en dan gaan we hopelijk naar de zoekresultaten. Takenbibliotheek. Ga naar begin scherm. Knop. Oké, okay, nu krijgen we taken met scherm. Haal op wat er op het scherm te zien is. Knop. Haal op paradetails op. Knop. Stop deze opdracht. Knop. Stel helderheid in. Knop. Stel helderheid in, dat is degene die we nodig hebben, dus daar tik ik op. Stel helderheid in, knoppenbalk, opnieuw, grijs knop. En nu voel ik een beetje in het midden van het scherm. Suggesties voor volgende taak. Stel helderheid in, stel helderheid in op 50%. Oké, okay. en nu veeg ik met één vinger naar beneden. Wijzig, helderheid 50%. Ja, dat wil ik wijzigen, dus daar dubbel tik ik. Bericht Neslierlo, afbeelding. Oké, okay, een afbeelding die niet zo goed vertaald is? 50%, aanpasbaar. Ik had een keertje naar rechts geveegd en nu veeg ik met één vinger naar beneden. 40%, 30%, 20%, 10%, 0%. Oké, okay, goed. En ik veeg nu naar links. Bericht Neslierlo, afbeelding. Bericht Neslierlo, afbeelding, sluitmelding. En de sluitmeldingknop, daar kan je niet naar toevegen. Dat is rechts van boven. Dan dubbel tik ik. Stel helderheid in. Stel helderheid in op 0%. Oké, okay, dus dat is de taak die wordt uitgevoerd als mijn batterij nu onder de 60% zakt. Oké, okay. ik ga het heel eenvoudig houden. Dat is de enige taak die ik nu ga toevoegen. Maar je kan zoveel dingen instellen en automatiseren. Ja, je moet daar zelf een beetje naar zoeken. Hè? Dus ik ga rechts van boven. Volgende knop. Naar het volgende knopje. Volgende. Vorige. Terugknop. En ik veeg terug even naar rechts. Nieuwe automatisering. Koptekst. Gereed. Knop. Gereed. Oké. Okay. Wanneer? Wanneer batterijniveau lager is dan 60%. Voer uit. Stel helderheid in. Helderheid hoger. Afbeelding. Vraag vooruitvoeren. Schakelknop. Aan. Deze vind ik wel belangrijk. Ik wil niet dat hij mij vraagt: "Moet ik nu de helderheid op 0% zetten?" Dus dat zet ik uit. Uit. Attentie. Vraag niet voor uitvoeren. Wanneer deze automatisering wordt getriggerd, worden er namens jouw taken uitgevoerd zonder je eerst te vragen. Annuleer knop. Vraag niet knop. Stel helderheid in. Dus stel dat je dat toch niet zo leuk vindt dat jouw iPhone automatisch dingen gaat doen, dan kan die het eerst vragen van Vind je dat goed dat ik de helderheid op 0% zet en dan kun je het nog altijd zeggen ja of nee, voer het uit of voer het niet uit. Bij deze opdracht is dat niet zo belangrijk, maar ja, misschien zijn er andere opdrachten dat je zegt van automatisch een berichtje versturen of zo, dat je toch wel eerst even wil zeggen van ja, doe maar. Helderheid hoger, afbeelding. Vraag voor uitvoeren, schakelknop uit. Oké. Okay. Melding uitgevoerd, schakelknop uit. Dus ik kan jou ook een melding geven van, hey, ik heb die opdracht hier uitgevoerd, gewoon om het jou te laten weten. Maar ja, ik heb dat ook niet echt nodig, want dat zijn weer nutteloze meldingen. Dus oké, okay, die laat ik ook uitstaan. En dat zijn de twee opties hier. Dus ik ga weer rechts van boven naar de volgende. Gereed, knop. Ah, het is gereed, sorry. Gereed. Voeg toe, knop. En nu gaan we even kijken naar mijn opdrachten. Wanneer batterijniveau lager is dan 60% helderheid in, knop. Ja, dus hier staat die opdracht en hij gaat automatisch gebeuren. Dat is eigenlijk alles wat je moet doen om een automatisering toe te voegen. Ik hoop dat het toch een beetje te volgen was. Heb je nog vragen of suggesties voor andere dingen of was het toch niet zo duidelijk? Laat het mij dan maar weten op voiceoverinzicht, voor nu zou ik zeggen bedankt voor het te luisteren en tot de volgende keer maar weer. Dag!